Ja, degene die het grappigste verhaaltje zegt over hoe klein mijn pik is, die mag in de Mytopia. Wat? Mytopia? In de survival. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we lekker Minecraft Survival spelen. En ik heb dus twee mensen uitgekozen. Twee! Want ja, ik had er gewoon heel veel zin in. En nee, eigenlijk kon ik gewoon niet kiezen. Maar dat maakt niet uit. Ze staan nu, weet ik niet. Volgens mij staan ze... Oké, ze staan niet achter de deur. Ze staan daar. Want je ziet zo één naampje. Ik zie die van Dustin. Dat is al de eerste persoon. Dustin. Promoot even je eigen YouTube kanaal. Dat zet ik. Oké, jij krijgt het bovenste linkje. Ja, oké, jongens, Dustin heeft het bovenste linkje. Ik zie geen ene klikken. Oké, ik ga jullie zoeken. Waar zijn jullie? Oké, dit is. Dustin, ik heb je gevonden, meneer Boom. Waar is Marco heen? Kom dan, vieze flikker ninja. Hey, kom dan, we moeten jullie hier niet, vieze homo's. We moeten jou hier niet. Ik weet niet waar je bent. Marco. Ik ja, ik kan het ook niet dag zetten. Dus ik zie je naam. Ik gebruik gewoon je map. Marco, waar ben jij? Oh, man. Oké, ja, kom maar lekker naar me. Hippie rudder. Dit huis heb ik gezien in je goede video. Ja, dat was echt de beste video ooit. Oké, maar ja, ik had alleen de bedoeling is, dat je deze mine had gemaakt. De bedoeling is dat je eigen dingen gaat doen. Dus ik geef je zomaar gewoon wat hout en je doe gewoon lekker je ding. Weet je, ik... Mag ik doortjes, please? Ja, dit krijg je ook. Oké, hem gaan we kicken, want hij mag niet meedoen. Oké, yo Marco. Hier. Voor jou iets minder, maar... We gaan gewoon lekker swivelen. We moeten allemaal gewoon... Het is nog een beginnetje. Of ga jij minen? Help, spin. Heb je niet je eigen wapens? Oh ja. Die kan je toch even snel maken? Oké. Ik heb een zwaard gemaakt. Kiri! Hoppa! Meer spin. Oh, Marco gaat gelijk... Wat doe je? Ik rossel. Ik heb bijna geen eten meer, hè? Ik heb geen eten. Oh jawel, ik heb bessen. Laten we een bessenvorm gaan maken. Dat heeft geen zin. Oh wacht. Ik probeer een appel in de oven te doen. Oh mijn god. Jawel, we gaan gewoon zo'n mega sweet berry farm maken. Ja, dan ga ik even bezig met dat hout. Hout hebben we wel veel nodig. Het is voor na het masturberen. Mag ik gouden wortels? Wil je gouden wortels? Ja. Pak gouden wortels. Krijg je niet. Waar? Vandaan? Ja, weet ik veel. Ik heb ze niet. Ja, geef me goud. Hè. Ik heb een creeper wortels. Vermoorden. Ik heb geen goud. Nee. Nee. Dat vind ik echt jammer. Zo'n mooi kind ben je ook weer niet. Alsjeblieft. Ja, dat is ook de bedoeling. Je moet gewoon lekker je eigen gang gaan. Ja, maar ik bedoel van naast je. Ja, prima. Maakt mij echt niet uit, jongeman. Ja, ik dacht misschien ga je heel boos worden. Nee, natuurlijk niet. Zo, ik heb weer wat. Want ik ga even een shuffle maken. Ik heb echt iets trouwens met huisjes maken in een berg. Dat doe ik echt overal. Zelfs in de oude zaal. Ja! Appel.
Maar jongens, als jullie ook mee willen doen, kijkers, even, ik ga het waarschijnlijk de hele aflevering weer zeggen. Ga Rens adden als je mee wilt doen en laat een comment achter. En dan nee, niet mij gaan adden. Nog niet mij adden. Maar laat een comment achter en Rens kiest mensen uit. Ga vooral dingen zeggen over wat zijn pik klein is. Ja, degene die het grappigste verhaaltje zegt over hoe klein mijn pik is, die mag in de Mytopia. Wat? In de survival. Oh mijn god, wat een pannenkoek ben ik soms. Ja, dit is gewoon geplande comedy, man. I'm making house. Weet je dat we ook moois die Meijer hier tegenover hebben? Ja, dat zeg ik wel. Anders gaan we gezellig praten. Want een aflevering opnemen in je eentje is echt heel anders dan eigenlijk met een groepje. Ja. Met een groepje hoef je niet zelf de hele tijd te praten. Alleen moet je ook gewoon echt de hele tijd praten, anders wordt het zo. Ja, precies. Nu kan je gewoon... Ja. Dus dan maakt af en toe wel zeg maar, dingen mee. En dat schreeuwt hij dan ook vooral volop. Dus dat is altijd wel fijn. Dat vult lekker je video's. Ah, kut, godverdomme. Daar ging mijn huis. Ja, dit moet ik dus. Dit moet ik dus bliepen. Ik bedoel. Piep, piep. Rens. Zie je wel, je bent gewoon wel een muis. Rens. Ja, met je piep, piep. Ga eens je huis in. Uh-oh. It's a dick. Oh mijn god. Hello, B-Redder. Mij maakt het niet uit hoor. Eigenlijk vind ik het wel cool uitzien. Ja, dan kan ik zo jouw huis binnenkijken. Dan kan ik zo als je zit te nuwekken. Als je zit te douchen, ja. Kijken. Ja, dan kan ik. Dan wil ik niet kijken. En kunt u ook zeer luid onverstaanbare dingen roepen? Dat denk ik wel, ja. Mm-hmm. Maar waarom eigenlijk? Ik ga 2 verdiepingen maken in mijn huis. Oké. Ik wil niet aan mijn huis. Ik ben echt een survivor. Ik slaap buiten in een tent. Ja, jij gaat tenten maken. Ik weet niet hoe je dat wil doen, maar succes met je tent. Ik heb heel veel vol. En ik heb geen doel. Ik moet een schapenfarm hebben. Dat ga jij dan maken. Marco is volgens mij ook helemaal de weg kwijt, maar maakt niet uit. Ik zit letterlijk tegenover je huis. Oh. Godver, ik kan ook echt nooit huizen maken, hè, naast jou. Dan heb je weer hier gewoon een mijn. Wat hier mijn tweede of mijn eerste verdieping wil maken. Wat zit je nou eigenlijk allemaal te kloten en te schreeuwen? Ja, dat vraag ik me ook af. Je kan ook zeggen, ah oh nee, het lukt niet, wat irritant. Ja. Ah, oh, godverdomme fucking de kut, het werkt niet. Ja. Allebei. Oké, allebei. Het spijt me. Geen dank. Huh? Ik ben trouwens begonnen met de Bessie Farm. Ik ben trouwens bijna klaar met mijn huis. Oh, mooie verkaat. Dat denk ik wel, ja. En hoe goed ben jij in onvrouwelijke dingen roepen? Nee, vrouwonvriendelijke. Heel goed. Okay, ik heb zand. Lekker man. Ik heb al zand. Nee, nou kom ik het zand ook brengen ook. Ah, help, waterzombie. Ga weg. Baba. Oh, kijk, ik schoot een keer niet. Ja, goed zo. Dat zijn. Hij is aan het afkicken. Zo. Hey, bedankt voor. Maar jongens, er moet even iets vets gebeuren. Dan kan ik. Dan heb ik een goede titel. Ja, kijk even mijn vette huis. Maar wat zijn goede titels? De eerste 2 inwoners zijn er. Of de eerste 3 moet ik dan?
Auw! Aardappel. Aardappel? Dat zijn altijd goede tools. Ah. Oké. Okay. Ik heb kool nodig, maar ik kan niet zien. Hé, deze appel glitcht. Oh, ik heb hier voor mijn eigen pickaxe gebruikt. Dat is not very slim. De gepreorderd. Dus er gaan FIFA 20 video's aankomen op 27 september. Maar dan moet ik eerst FIFA ophalen. Lekker spraakzaam zijn we weer allemaal. Ja, ik ben even een beetje aan het kijken wat het beste is voor de farm. En ik wil er omheen gaan bouwen, maar you know what it is. Dan kan je niet meer alles pakken. Kattenpis. Dus ik denk dat ik het gewoon zo open hou. Ik heb nog bestjes voor je farm, die mag je hebben. Nou, hij zit al helemaal vol de farm. Ik heb een cave gevonden. Lekker. Alleen wij hebben nog geen bed en het wordt al avond. Ik heb wel een bed. Dan ben je ook de enige. Maar ik denk dat we nog 5 minuutjes doorgaan of zo. Dan hij wel Minecraft. Ik heb mijn huis en alles. Ja, dat hoop ik voor je. Help. En dan gaan we live Minecraften. Van deze server? Nee, dat kan niet. Dan moet ik deze nu gelijk uploaden, daar heb je zin in. Waarom zitten er waterzombies op het land? Omdat... Jij zit eruit hebt gelokt. Ik ben niet eens uit mijn huis geweest bijna. Eeuw. Ik heb zand gehaald. Ja, dat was oké. Okay. Dat ik uit mijn huis ging. Oh mijn god. Jongens, laten we in een andere aflevering deze cave samen goed ontdekken. Dit is één fysieke cave. Oh, het is een rondje. Dat is mooi. Zo, ik heb lekker veel appels. 1, 2, 3 degen. Hallo. Een keeper. Help, help. Nee, oh mijn god, Marco, waar ben je? Ik ga Marco redden. Hij is naar de overkant gegaan, dat weet ik wel. Ik heb alles. Shit, ik had lelie kunnen gebruiken. Ik kan hem echt goed misplaatsen. Erger je eraan? Dat je dat goed kan? Ja, ik heb een idee. Hé? Er zweven Julianen, what the fuck? Ja, ik heb er een boom weg. Je pakt ook niet de appels op ofzo, er lagen echt 5 appels. Ik heb genoeg vlees, maar eerst moet ik... Maar een appel is altijd lekker. Oh. Oh. Au. Hoppa, skelet dood. Kunnen doen, ik ben niet echt een murder. Wat? Een item en dan kan ik een farm, dan kan ik een goede farm gaan maken. Ik kan een bed gaan maken. Schaap 1, schaap 2 en ik had nog een wol over. Dus dan ik ga ook voor jou. Oh, bedankt. Zo, varkentje dood. Een schaapje dood. Ik heb nog 2 schaapje nodig. Dat is een schaap. Ja, dat zijn 2 schapen hoor. 1. En 2. Zo, nu ga ik terug. Marco, maak jij even een bed? Ik
heb al een bed. Een stapel. Oké, ik ga er alvast in liggen. Oh my god. I got a beautiful helmpie. Ik heb een mooi helmpie. Een mooi helmpie. Is iedereen nou te slapen? Nope. Ik ga nu even een bed maken voor mij en Dustin. En dan ga ik de video alweer afsluiten. Nee, we maken het wel even dag. Dan moet het smaken. Ja. Mijn huis is trouwens ook net uit. Wow. Wel een mooi wit bed. Hier. Nou, precies genoeg. Zo. Pickaxe. Nou, lekker slapen. En dan moet je nog een room tour bij mij geven. Met dat ding. Oh shit, help. Kid first. Kid kid first. Zo. Eten in. Oké, nou jongens. We gaan de video afsluiten. Ja, een room tourtje. De crafting tables, de chesten, de snovens, de snadder. En hier is de snur. Nou, dan slaan we naar Snarko. Okay. Hey, hallo Snarko. Snis. Hier is net zijn snechtingsnebel. Hier staat zijn snest. Hier staat de snoven. Hier is net. Dit zijn zijn snietjes. Nou. Je moet even bij mijn ingang kijken trouwens. Ik heb een hele mooie ingang. We gaan naar de snits en aan van snits. En je hebt mijn bedkamer nog niet eens gezien. Snits. Oh. Een slaapkamer. De huis naar snits naar snits. De sneu. De snest. Oh ja, die zijn wel goed. De snadder. De snet. Snetting. En slamen. Nou, snooihuis. Kijkers, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik check jullie later. Sneer, snaar.